Goedemorgen of goedemiddag. In deze videoles gaan we praten over de trekproef op metalen. En wij gaan hier specifiek spreken over de trekproef op staal. We vinden dat terug in onze syllabus op bladzijde 7. Dus dat hoort bij hoofdstuk 2. Dus trekproef op metalen volgens een welbepaalde norm. En de norm die we voorstellen, dat is de ISO-norm 6892.1. Een trekproef kan worden uitgevoerd op plaatmateriaal, denk bijvoorbeeld op scheepsplaat, zoals dat we dus hier zien. En dan worden die trekproeven uitgesneden uit die plaat. En daar worden dan de beproevingsmethodes op toegepast. En we kunnen ook een trekproef uitvoeren op cilindrische proefstaven, waarbij dat we vertrekken van assen. Wij gaan een trekproef uitvoeren op constructiestaal. Dit materiaal is vervaardigd met de CNC-machine, waarbij dat we vertrekken van het ruwe materiaal, en dat is diameter 37, en daaruit wordt dus deze proefstaaf vervaardigd. De totale productietijd voor het produceren van zo'n proefstaaf is ongeveer een 3 minuten met de CNC-draaibank uiteraard. Wanneer we deze proefstaaf zowat principieel optekenen, dan zouden we kunnen zeggen, ja, we hebben hier twee koppen van die proefstaaf, die hebben we dus nodig om de proefstaaf in te klemmen. En dan hebben we dus het cilindrische gedeelte van de proefstaaf. Belangrijk om op te merken, dat is dat de onderkant en ook de bovenkant van de proefstaaf, die moeten afgerond zijn, zodanig wanneer dat we aan die proefstaaf trekken, hier zeker geen breuk zal optreden door kerfwerking. En die afrondingsstraal die wordt dus ook gegeven in de desbetreffende norm. Belangrijk bij een proefstaaf dat is dat we uiteraard de diameter kennen van de proefstaaf. En we noemen deze diameter overeenkomstig met de symbolen van de norm, dus ook D0. En dan ook belangrijk voor de productie van die materialen van deze proefstaaf, dat is dat we weet hebben van de evenwijdige lengte van de proefstaaf. En die wordt dan aangeduid met het symbool LC. Dus LC komt overeen met de evenwijdige lengte. Belangrijk als je met een schuifmaat de diameter gaat meten, dat is dat je dus altijd de kleinste diameter opzoekt. En de kleinste diameter zal bij onze proefstaven zich altijd bevinden ongeveer in het midden. Vervolgens gaan we op deze proefstaaf twee merktekens aanbrengen. En die merktekens gaan we hier plaatsen, bijvoorbeeld, en hier. En we gaan die lengte dus ook weergeven. En dat is dan de beginlengte. En dat noemen ze L0. Belangrijk om te weten, dat is dat die beginlengte niet zomaar willekeurig mag worden gekozen. Maar dat we dus moeten uitgaan van de richtlijnen van de norm. En de norm zegt dat de waarde L0, dus de beginlengte, gelijk is aan 5,65 maal de wortel van de dwarsdoorsnede van die proefstaaf. Doorsnede of oppervlak wordt hier aangeduid met een S en niet zoals dat we gewoon zijn met de letter A. Als we dat invullen voor een cilindrische proefstaaf, dan is dat 5,65 maal de wortel van pi d0 kwadraat. Hier, dat is het dwarsoppervlak van die proefstaaf. Als je dat allemaal gaat uitrekenen, dan komt je daar een beginlengte uit die gelijk is aan 5 maal de diameter d0. Eigenlijk een vrij ingewikkelde formule om daar niet zeer eenvoudig uit te komen. En zou je de vraag kunnen stellen, ja, waarom gaat men deze formule gebruiken en niet deze formule? Wel, je kan diezelfde formule ook gebruiken voor deze proefstaven, waarbij dat de dwarsdoorsnede gelijk zal zijn aan de dikte van de plaat maal de breedte van de plaat. Ook ingevuld in deze formule kan je dus ook een welbepaalde lengte L0 gaan uitzenden. Onze proefstaven hebben een diameter D0, dat is een begindiameter. En ik zeg wel ongeveer gelijk aan, je zal het zelf moeten nameten met een schuifmaat, 20 mm.
Dus daaruit volgt dat onze beginlengte L0 gelijk zal zijn aan 100 mm. En dat komt goed uit, gelukkig maar, want de lengte LC is geprogrammeerd met de CNC-machine en die bedraagt 120 mm. Dus de lengte L0 kunnen we zeer gemakkelijk afpassen met een hoogtemaat, streepjes kunnen we zetten. En dan zijn we dus klaar om de trekproef uit te voeren. Ik wil toch ook nog even de theorie van vorig jaar herhalen, want dat is misschien toch wel welkom. En een trekproef uitvoeren in zijn meest primitieve vorm wil dat zeggen dat we de kracht gaan uitzetten. En de kracht wordt gemeten met de trekbank. Dat is ook de kracht die wordt uitgeoefend op de proefstaaf. Dus dat is diezelfde kracht, dus we gaan het materiaal uittrekken met een wel bepaalde kracht. Die kracht gaan we registreren en wij gaan de eenheid gebruiken die gebruikelijk is, dat is de newton. En we gaan dan ook kijken naar de verlenging van het materiaal. Dus dat wil zeggen, ik zet horizontaal uit de verlenging van het materiaal. En verlenging heeft dus als eenheid millimeter. En kracht, zoals dat ook geschreven, heeft dan zin in het newton. Belangrijk volgens de ISO-norm, dat is dat we de proefstaaf uittrekken met een constante reksnelheid. Dus, en dat is heel belangrijk, want afhankelijk van de norm kan het ook zijn dat je dat gaat doen met een constante spanningsvermeerderingssnelheid. Dus hier is dat niet de situatie, wij nemen dus een constante reksnelheid. En dan gaan we de verschillende gebieden tekenen voor omgelegeerd staal, dus voor constructiestaal. Ik neem dan het al weten, dus we beginnen met een evenredigheidslijn, een evenredigheidsgebied. Dan kan het zijn dat mijn kromme toch een klein beetje gaat afwijken. Voor constructiestaal hebben we altijd te maken met een vloeigrens. We weten de afkomst van die groeigrens, heeft te maken met uw koolstofatomen die in het staal aanwezig zijn en heeft ook te maken met de dislocaties die in het staal aanwezig zijn. Als het vloeigrensverschijnsel afgelopen is, dan gaan we de trekstaaf verder gelijkmatig vervormen. En op een bepaald moment gaan we dus een insnoering krijgen in ons materiaal, dus dan gaat hier een benauwing optreden. En die vernauwing zorgt ervoor dat de kracht terug gaat dalen, want we gaan de trekstaaf uittrekken met een constante reksnelheid, weet u nog? Dat is wel belangrijk. Dat is mijn opname van mijn krachtverlengingsdiagram. Als we gaan kijken in de boeken, dan gaat men daar niet kracht zetten, maar gaat men spanning zetten. Wij zijn gewoon om voor spanning de sigma te gebruiken. Let goed op, ik kom daar straks op terug. Wij gaan dus niet sigma gebruiken, maar wij gaan voor spanning R gebruiken. En wij gaan niet de verlenging noteren, maar wij gaan dus de rek noteren in het materiaal. Nu, wat is het verband tussen spanning en kracht? Wel, de spanning, dat is in onze situatie een technische spanning of een engineering spanning. En daarbij zeggen we, dat is gelijk aan de kracht, en dan komt het, gedeeld door de begindoorsnede van het materiaal. Is dat de werkelijkheid? Ik denk het niet, want wanneer dat we de trekproef gaan uittrekken, zal de dwarsdoorsnede verkleinen. En eigenlijk is mijn spanning dan gelijk aan de kracht gedeeld door die doorsnede op dat moment dat die kracht optreedt. Maar dan spreken we niet over een technische spanning, dan spreken we over een werkelijke spanning. Dus R is een technische spanning. Uiteraard als eenheid gebruiken we newton ter vierkante millimeter of megapascal. Als we gaan kijken naar de rek, de rek in het materiaal, epsilon,
is gelijk aan de verlenging in het materiaal gedeeld door de oorspronkelijke lengte van het materiaal. Maar let goed op, als we de trekproef uitvoeren en we tekenen een diagram op, dan is voor de volledige evenwijdige lengte van de trekstaaf is deze trek gewoon geldig. En ik moet hier dus bijschrijven, niet L0, maar LC. En dat is dan de rek in het materiaal. Wordt gegeven onbenoemd, oftewel in procent. Nu, belangrijke spanningen kan ik hier al zeggen. Dat is enerzijds hier deze waarde. Dat noemt men de bovenste vloeigrens. En dat is een spanning. Men noemt het soms ook wel eens de elasticiteitsgrens. En de R is van resistance, dus van die spanning. De E is van elastic. En de H komt van high. We hebben ook een maximale spanning. En dat is dan R max. Die we kunnen afleiden. En we hebben inderdaad ook, zou zeggen, een breekspanning. Nu, die breekspanning gaat tussen haakjes zijn, want dan zouden die eigenlijk moeten zijn RB. Maar dat is een waarde die nooit gevraagd wordt, omwille van het feit dat die eigenlijk geen betekenis is. Ik kom daar straks op terug. Als we gaan kijken in de horizontale lijn, dan kunnen we oftewel zeggen, als dit hier mijn eindpunt is, kan ik verticaal naar beneden gaan. En dan kom ik uit in het punt I. Of ik kan ook zeggen, ik ga niet verticaal naar beneden, maar ik ga evenwijdig met deze elastische lijn ook schuin naar beneden, zodanig dat ik hier uitkom in het punt 2. Wat is het essentiële verschil tussen de twee punten? In het punt 1 hebben we onze trekstaaf verlengd, staat op het punt om te breken, maar is nog niet gebroken. En als ik dan de verlenging meet in de trekstaaf of de rek in het materiaal, dan heb ik deze waarde. Nu, de norm zegt, als we een breekrek gaan meten bij metalen, gaan we altijd kijken naar de rek nadat de breuk is opgetreden. Dus dat wil zeggen, dan ga ik geen rekening houden met het punt 1, maar dan ga ik rekening houden met het punt 2, waarbij dat dus na breuk de kracht wegvalt en de twee delen een klein beetje in elkaar gaan terugvelen. En de mate waarin dat die terugveling in huur komt, dus overeen met die afstand. En nu kan ik zeggen, ja, R max is gelijk aan de maximale kracht gedeeld door S0. FEH is gegeven, dus FEH is dan gelijk aan FEH. Dus genoteerd met de trekbank. Gedeeld door diezelfde waarde S0. En dan zou je kunnen zeggen, ik kan ook RB uitrekenen, maar dat is dan gelijk aan RB gedeeld door diezelfde waarde S0. Maar ik heb daar straks gezegd, na de trekproef als die gedaan is, hebben we gezien een insnoering. Dus we hebben hier een serieuze diameterverkleining. Dus ook een verkleining van het oppervlak. En eigenlijk gaan we dus niet rekenen met een technische spanning in dat geval, maar kunnen we rekenen met een werkelijke spanning. En voor werkelijke spanning gaan we dus altijd sigma gebruiken. Dus zoals in de ster hier. En sigma B, dat is dan de breukspanning, is in dit geval gelijk aan FB gedeeld door niet de begindoorsnede van het materiaal, maar de einddoorsnede van het materiaal. En in de norm wordt dat voorgesteld door SU. Ultimate. Dat voor de belangrijke waarden die dikwijls worden gevraagd van een trekproef, als we gaan kijken naar de spanning in het materiaal. Dit zetten we er iets tussen haakjes, omwille van het feit dat dat in de praktijk, als mensen naar hier komen voor een trekproef te laten uitvoeren, wordt die waarde nooit gevraagd. Maar het is interessant dus om dus ook iets te berekenen. Als we gaan kijken in de richting van de rek, dan ben ik eigenlijk enkel en alleen geïnteresseerd in dit punt. Dat is dan mijn breekrek, voorgesteld uiteraard door deze grafiek. Wij gaan de breekrek niet uitrekenen door te kijken naar de grafiek,
Maar we gaan de breekwerk uitrekenen door na de trekproef de twee delen van de trekstaaf terug tegen elkaar te brengen en dan te gaan kijken in welke mate dat die beginlengte aan 0 gewijzigd is naar een andere lengte. Of met andere woorden, de breekwerk in deze situatie A, en vandaar dus nu het symbool A, dat is hier dus breekwerk, dus niet oppervlak, is gelijk aan de lengte van de trekstaaf na breuk, ja, met zijn beginlengte, gedeeld door zijn beginlengte. En dat is dan een waarde die onbenoemd is, oftewel in procenten wordt uitgedrukt. Nu moet u goed opletten, want wij gaan twee breekrekken breken. We gaan het uitrekenen voor een lengte L0 gelijk aan 5 maal de diameter. En dat is in ons geval dus 100 mm en dat komt dus overeen inderdaad met de twee streepjes die we gezet hebben, dus op 100 mm. En dan spreken we dus over een A5. En we gaan het ook uitrekenen voor een beginlengte L0 gelijk aan 6 maal de diameter. En dan spreken we over een A6. Dus dat gaan we ook uitrekenen. Dus dat zijn de gemakkelijke opdrachten. Nu wordt het al wat moeilijker, want nu gaan we in een volgende opdracht ook meegeven dat je niet enkel alleen op dit diagram de technische spanning moet uitzetten, maar we gaan ook de werkelijke spanning uitzetten. Dus dat is de sigma-waarde in plaats van de R-waarde. Waarbij dan ik al één punt kan registreren, namelijk die sigma b die hier is uitgerekend, als ik die ga uitzetten op dezelfde grafiek met dezelfde schaal van spanning, dan zal dat een waarde zijn die niet hier gelegen zal zijn, maar die zal hier geschreven zijn. En ik kan dat gaan uitrekenen ook voor een aantal andere punten, zodanig dat die grafiek, als die dan gaan tekenen, dat die waarschijnlijk dit verloop zal hebben. Dus naarmate dat mijn trekstaaf langer zal worden, zal de dwarsdoorsnede verkleinen en zal dus de werkelijke spanning groter worden dan de technische spanning. Sowieso. Dus de werkelijke spanning uitzetten gaan we dus ook doen. Hoe gaan we dat doen? Wel, op bepaalde tijdstippen, terwijl de trekproef bezig is, gaan we even de trekproef stoppen. We noteren de kracht en we meten de diameter van de trekstaaf. Als ik de kracht ken en ik ken de diameter van de trekstaaf, dan kan ik die sigma-waarde berekenen en dan kan ik die ook uitzetten op diezelfde grafiek. En ten laatste, we zijn er bijna, dat is dat we ook aan jullie vragen, wat is het verband tussen A5 en A6? Kunt je daar een wiskundig verband tussen zoeken, tussen die twee waarden? Want u gaat merken dat voor de A5-waarde en de A6-waarde een verschillend getal zal worden uitgekomen. En de vraag is van waar dat verschil en kun je dat eventueel wiskundig verklaren. Nadat de trekproef is afgelopen, gaan we de twee delen van de trekstaaf terug tegen elkaar leggen en dan zullen we zien dat het materiaal hier in het midden is ingesnoerd. Hetgeen dat we zeker kunnen meten, dat is de diameter na de trekproef, dat is de einddiameter, dus dat wordt afgekort door DU. En dat is dan ook weer opnieuw de U van Ultimate. En dan is de insnoering in het materiaal, dat is symbool Z. En Z is gelijk aan de begindoorsnede van het materiaal, min de einddoorsnede van het materiaal, gedeeld door de begindoorsnede. En dat eventueel om in procenten te zetten, maal 100%. Staal heeft een betrekkelijk grote insnoering.
Als we gaan kijken naar de meer brossere materialen, zoals gehard staal, gietijzer en ook keramische materialen, daar kunnen we zeggen dat die insnoering gelijk is aan 0 of 0%. Naarmate dat het materiaal taaier wordt, zal dus de insnoering in het materiaal ook stijgen. En dat is ook de reden waarom dat dus die insnoering dikwijls ook wordt gevraagd wanneer bedrijven hier trekproeven komen uitvoeren. In het volgende videofragment gaan we even blijven stilstaan bij het productieproces voor de vervaardiging van deze trekstaaf. De uitgangsdiameter of de buitendiameter van deze trekstaaf bedraagt 37 mm en het materiaal is ongelegeerd warmgewalst constructiestaal. De machine die we hiervoor gebruiken is een CNC draaibank. De trekbank die wij hier bezitten in ons labo is een trekbank met een maximale trekkracht tot 300 kN. In mensentaal komt dat overeen met een trekkracht van 30 ton. Het is ook een elektromechanische trekbank, omwille van het feit dat de krachtaflezing en ook de aflezing van de verplaatsing via elektronica gebeurt en waarbij dat de verplaatsing van de ram ook zal gebeuren via een mechanisch systeem, waarbij dat we hier twee schroevendraadspinnen hebben. Op die schroevendraadspinnen zitten langs hier en langs daar een moer. Tussen die twee moeren zit de ram. Wanneer dat die schroevendraadspinnen beginnen draaien, zal de ram dus ook een rechtlijnige verplaatsing maken, hetzij naar omhoog of hetzij naar beneden. Ik zal dat even demonstreren. Verplaatsing naar omhoog. Of eventueel een verplaatsing naar beneden. De nauwkeurigheid van de aflezing van de kracht bedraagt 0,2%. Dat is de relatieve fout die op de krachtaflezing wordt geplaatst. En de nauwkeurigheid van de aflezing van de verplaatsing gebeurt tot op een duizendste van een millimeter. De trekbank op zijn beurt is dan gekoppeld met de computer en via aangepaste software kunnen we de kracht aflezen, alsook de verplaatsing van de ram,
kracht wordt hier gegeven in newton en de verplaatsing wordt hier gegeven zelfs tot op een tienduizendste van een millimeter. De trekproef is op voorhand geprogrammeerd in de software en wij vertonen opnieuw de kracht en dat is dan de werkelijk optredende kracht. We gaan ook de positie aanduiden van de ram. Als de kracht gekend is en we kennen ook de diameter van de trekstaaf, kunnen we de technische spanning in het materiaal berekenen. Die waarde wordt dus ook real-time gegeven. Als we de evenwijdige lengte kennen van de trekstaaf en we kennen ook de verplaatsing van de ram, dan kunnen we in principe de rek van het materiaal uitrekenen. Hij geeft ook een berekening van de elasticiteitsmodulus. Dat is de richtingscoëfficiënt van de elastische lijn. En hij geeft ook de snelheid waarmee dat de ram zich verplaatst in millimeter per minuut. De diagrammen die we laten zien, dat is het primitieve diagram, waarbij dat we dus de kracht uitzetten in functie van de verplaatsing van de ram. Dus dat is eigenlijk mijn trekdiagram. Afgeleid van dit diagram komt dan ook rechtstreeks het spanning-rekdiagram tevoorschijn, dus ook real-time. En een bijkomend diagram, dat is dan het derde diagram, daar wordt de verplaatsing van de ram uitgezet in functie van de tijd. Na de trekproef worden een aantal waarden berekend en de belangrijkste waarden hier zijn de vloeigrens. Dat is ook de maximale kracht. De breekkracht zal ook gegeven worden. En dan de elasticiteitsmodulus van het materiaal zal ook gegeven worden. Maar op de berekening van die elasticiteitsmodulus gaan we later toch nog terugkomen. Als resultaat van de trekproef krijgt u van ons twee diagrammen. In een eerste diagram wordt de trekkracht voorgesteld in kilonewton. Ten opzichte van de verplaatsing van de ram, en die wordt dan gegeven in millimeter. De software gaat voor ons belangrijke krachten registreren. De kracht bij de vloeigrens. De maximale kracht. De breekkracht. En ook de elasticiteitsmodulus. En in een tweede grafiek vinden we dan de technische spanning uitgezet ten opzichte van de rek van het materiaal, waarbij dat bewust is gekozen voor een grote schaal van de spanning, omdat wij in diezelfde grafiek dus ook de werkelijke spanning zullen moeten uitzetten in een aantal punten. In de tabel bovenaan vind je een aantal genormaliseerde symbolen van specifieke rekken en de betekenis van deze specifieke rekken vinden we dan ook terug in de nevenstaande figuur. Dus de symbolen die in deze tabel worden gebruikt, komen dus ook terug in deze figuur. Bij deze laboproef zul je dus een aantal acties moeten ondernemen en we gaan de acties in volgorde uitzetten. En in een eerste actie gaan we met een digitale schuifmaat de kleinste buitendiameter van de trekstaaf opmeten. Die zal ongeveer in het midden zijn. En je mag rekenen met een digitale schuifmaat dat de absolute fout op de meting gelijk zal zijn aan 1 onderste van een millimeter. In een tweede actiepunt gaan we op de trekstaaf 5 Rockwell hardheidsmetingen uitvoeren. En dit op het cilindrische gedeelte van de trekstaaf. En we noteren telkens ook deze hardheidswaarden. Zoals daar juist gezegd gaan we op onze trekstaaf 5 hardheidsmetingen uitvoeren. En de methode die we daarvoor gaan gebruiken is een Rockwell-meting. Nu, bij de Rockwell-meting hebben we twee soorten, namelijk de Rockwell-B en de Rockwell-C-meting. Wij maken gebruik van een Rockwell-B-meting, omdat we hier te maken hebben met relatief zacht staal, omwille van het feit dat het dus een gewoon constructiestaal is. Gaan we over naar de hardere staalsoorten, dan gaat men dikwijls zijn toevlucht nemen tot een Rockwell-C-meting. Bij een Rockwell-B-meting gaat men gebruik maken van een hardmetalen kogel met een diameter van 1/16 inch. En zoals u weet, 1 inch komt overeen met 25,4 mm. Als we dat delen door 16, dan hebben we ongeveer 1,6 mm diameter van de hardmetalen kogel.
De kracht waarbij dat de kogel op het materiaal wordt geduwd bedraagt 100 kilogram. En het apparaat meet rechtstreeks de indrukdiepte van de kogel na het wegnemen van de belasting en gaat die waarde dan omzetten naar een Rockwell B-meting volgens een zeer eenvoudige formule die je dus ook kan terugvinden in uw syllabus. We brengen dus onze trekstaaf in het aanbeeld. In dit aanbeeld is een V-vormige gleuf aanwezig, zodat die trekstaaf daar perfect in past. En dan gaan we het indruklichaam op het werkstuk brengen. Dat is een zeer eenvoudige procedure. En vervolgens gaan we de test uitvoeren. De kracht wordt gemeten via een loodcel en wordt ook via de software geprogrammeerd zodanig dat die, zou zeggen, bijna perfect 100 kilogram bedraagt. De belastingstijd is ongeveer 15 seconden. Dus het apparaat meet de indrukdiepte van de kogel in het werkstuk na het wegnemen van de belasting en zet dat om naar een getal en dat is dan de Rockwell B-meting. En in onze situatie bedraagt de Rockwell B-meting 61,05. Het is dus de bedoeling dat je op de trekstaaf 5 metingen uitvoert, dat je van die metingen het gemiddelde bepaalt en ook de fout op de metingen. En dat is dan via de statistische berekening die ook is uitgelegd achteraan uw syllabus. En hier dan nog een paar opmerkingen in verband met onze Rockwell B-meting. De Rockwell B-meting dankt zijn naam aan het feit dat we als indruklichaam een hardmetalen kogel gebruiken. En de Engelstalige benaming voor kogel is bal. Dus vandaar spreken we dus hier over de Rockwell B-meting met de B van bal. Wanneer we een Rockwell C-meting toepassen, en dat is dan voor de andere staalsoorten, dan gebruiken we een diamanten kegel. En de Engelstalige benaming voor kegel is koon. En vandaar dat men dus ook spreekt van een Rockwell C-meting met de C van koon. In de rand wil ik ook wel zeggen dat er ook nog andere Rockwell meetmethoden zijn. En dat zijn dan hardheidsmeetmethoden die worden gebruikt voor de hardheid bepalen van kunststoffen. En een van de belangrijke vertegenwoordigers is daar de Rockwell R-meting. Dus dat zijn dus metingen, hardheidsmetingen voor kunststoffen. En dan in de laatste opmerking, we hebben gesproken over een indrukkracht en we hebben die daar ook benoemd en we hebben gezegd voor een Rockwell B-meting is die gelijk aan 100 kilogram. Maar eigenlijk moeten we zeggen, als we praten over kracht, moeten we spreken over kilogram force. En willen we de juiste eenheid toepassen, moeten we dus nu spreken over de newton. In de beschrijving van de methoden wordt nog altijd kilogram force gebruikt, omdat deze meetmethode is opgesteld voor 1977. Dus dat wil zeggen, toen gebruikte men nog als eenheid kilogram force, vandaar dat in de beschrijving nog altijd dit ook als eenheid wordt gebruikt. Willen we correct zijn en willen we dat plaatsen in de tegenwoordige tijd, dan moeten we zeggen dat de indrukkracht voor een Rockwell B-meting gelijk is aan 980,6 newton. En we weten allemaal dat er een verband bestaat tussen kilogram force en newton. En in een derde punt gaan we twee merktekens aanbrengen met een tussenafstand van 100 mm, ongeveer in het midden van de trekstaaf. De merktekens op lengte 120 moeten niet worden aangeduid, vermits dat de CNC-machine zelf een merkteken aanbrengt op die scheidingslijn tussen het cilindrisch gedeelte en het afrondingsdeel. De bedoeling van die lengtes, dat is dat we achteraf de breekrekken A5, en dat is voor de meetlengte 100, en A6, en dat is voor de meetlengte 120, dus dat zijn de breekrekken, dat we die kunnen gaan uitrekenen. Voor het aanbrengen van de twee streepjes gaan we eerst het werkstuk kleuren met een alcoholstift. Vervolgens zetten we het op de vlaktafel.
En we gaan met de digitale hoogtemaat eerst een maat afpassen, ongeveer 10 mm op het evenwijdig deel van de trekstaaf, want de trekstaaf is 120 en wij moeten de streepjes zetten op 100 mm. Dus dat is hier ongeveer. We trekken een streep die zichtbaar is, omwille van het feit dat we met een alcoholstift die eerst gekleurd hebben. En vervolgens zetten we hem hier op reset op 0 en we gaan met de hoogtemaat digitaal 100 mm verder naar omhoog. We kunnen dat doen met de fijnregeling, maar omwille van het feit dat we die streepjes toch op het zicht moeten aflezen, is een nauwkeurigheid tot op een onderste van een millimeter zeker niet nodig en we zetten onze tweede streep. Dus de afstand tussen deze twee strepen bedraagt 100 mm en voor het meten van de breekrek A5 hebben we dus inderdaad die 100 mm nodig. Maar als we de breekrek A6 willen uitrekenen, moeten we gebruik maken van de totale evenwijdige lengte van de trekstaaf. En die is duidelijk gemarkeerd omwille van het feit dat telkens daar waar dat de afronding stopt en we overgaan naar het cilindrische gedeelte, we dus een duidelijke merklijn zien. In een vierde punt laten we dan de trekproef uitvoeren en we noteren per 5 mm verplaatsing van de ram, noteren we de kracht op de trekstaaf en die kunnen we aflezen via de software. En meten we ook de kleinste diameter met de schuifmaat. Met behulp van deze twee gegevens, dus kracht en diameter, zijn we in staat om bij die bepaalde stops telkens ook de werkelijke spanning in het materiaal te gaan uitrekenen. Vooraleer dat de trekstaaf in de trekbank wordt gebracht, wordt ze eerst nog gemonteerd in klemstukken. En deze klemstukken op hun beurt worden dan ook gemonteerd in de trekbank.
Wanneer de trekproef gedaan is, nemen we de twee delen van de trekstaaf. We brengen die tegen elkaar, zodanig dat ze dus mooi passen. En dan leggen we ze in de magneet. We meten eerst en vooral de lengtes na breuk. Enerzijds, wat is er gebeurd met de lengte van 100 mm? Dus we gaan dat opnieuw meten. En we meten bijvoorbeeld 135 mm. Dus dat is de afstand nu tussen de streepjes. We nemen ook de maat van 120. Dat was dus de lengte van het evenwijdige deel. En we gaan op zijn beurt opnieuw gaan kijken wat de lengte is na breuk. We noteren deze lengtes, omdat die zullen moeten gebruikt worden wanneer dat we de berekening zullen maken van de breekrekken A5 en A6. Vervolgens meten we ook de diameter van het werkstuk of van de trekstaaf in de insnoering. En we nemen tweemaal de diameter. Enerzijds gaan we meten in deze richting. En we meten ook in de andere richting. Dus beide metingen zijn gewoon loodrecht op elkaar. En we nemen van deze twee metingen de gemiddelde waarde. Vervolgens gaan we de opdrachten uitvoeren die ook in de syllabus zijn vermeld. U merkt dat deze opdrachten zijn onderverdeeld in een aantal deelopdrachten die telkens ook genummerd zijn. En het is de bedoeling dat die opdrachten volledig worden uitgewerkt, dat de resultaten in het verslag worden geplaatst en ook de berekeningswijze. In een eerste opdracht gaan we uitgaande van onze drie hardheidsmetingen een gemiddelde hardheid bepalen, dus een gemiddelde Rockwell hardheid. En we moeten op deze hardheidswaarde een correctiefactor toepassen, omdat we de meting hebben uitgevoerd op een cilindrisch oppervlak. Wanneer we dezelfde meting zouden uitvoeren op een vlak oppervlak van hetzelfde materiaal, dan zal het indruklichaam minder gemakkelijk indrukken. Vandaar dat de hardheid van het materiaal op een cilindrisch oppervlak altijd schijnbaar minder groot is dan de hardheid op een vlak oppervlak. En wij refereren altijd naar de hardheid op een vlak oppervlak, dus dat wil zeggen, we moeten een correctiefactor gaan toepassen. Deze correctiefactoren zijn terug te vinden in de norm, en in dit geval is dat dus de Belgische norm. En als we de tabel erbij halen, en die staat ook op bladzijde 4 van het syllabus, en veronderstel dat de hardheid die we gemeten hebben gemiddeld gelijk is aan 80, dan gaan we kijken in de kolom van de hardheidswaarde, en we vinden daar inderdaad ook die 80 terug. De diameter van de trekstaaf was 20 mm, maar wij gaan dat afronden op 19 mm. Zodanig dat we de correctiefactor exact kunnen bepalen en die is dan gelijk aan 1,5. Of met andere woorden, onze gemiddelde gemeten waarde was 80. Wanneer we dezelfde meting zouden uitvoeren op een vlak oppervlak van hetzelfde materiaal, dan zal de gemeten waarde gelijk zijn aan 81,5. De correctiefactor wordt er altijd bijgeteld. Uitgaande van de 5 opgenomen hardheidsmetingen die we hebben gebruikt voor het bepalen van de gemiddelde Rockwell-hardheid, zijn we nu ook in staat om de absolute fout op deze hardheid te gaan berekenen. En we gebruiken hiervoor de foutentheorie, die is uitgelegd op het einde van deze syllabus. En omdat een Rockwell-B-meting is gebaseerd op het meten van de indrukdiepte van in ons geval een hardmetalen kogel in het stalen oppervlak van onze trekstaaf, wil ik ook graag een idee hebben van de gemiddelde indrukdiepte in millimeter in dit stalen oppervlak. De zo pas gecorrigeerde hardheidsmeting kunnen we dan gebruiken om een prognose te maken van de treksterkte van het staal. En dat is dan ook weer volgens een welbepaalde norm. Dat is in dit geval de DIN-norm of de Duitse norm. En dat is de tabel op bladzijde 3. Onze hardheid was 81,5 daarjuist.
We gaan kijken naar de Rockwell hardheidsmetingen. Ik zie hier ook staan HRB. Dat is Rockwell B, dit is Rockwell C. Ik ga kijken naar de waarde van 81,5 en ik zoek een waarde die daar het dichtst tegen ligt, dat is die 81,7. En ik kan in de linkerkolom aflezen wat de treksterkte is van het staal, uitgedrukt in newton per vierkante millimeter of in megapascal. En dat is dan ongeveer 510 megapascal. Dit is een prognose van de treksterkte en is geen vervangende meting voor een trekproef. In een derde deelopdracht is het de bedoeling dat jullie een prognose of een voorspelling geven van de maximale kracht om de trekstaaf te breken, uitgaande van de treksterkte die we bekomen hebben via onze hardheidsmeting. Dit wil zeggen, de maximale kracht is dan gelijk aan die voorspelde treksterkte via de hardheidsmeting, dus die RM-accentwaarde, maal de begindoorsnede van onze trekstaaf. Die kracht is uiteraard in newton of in kilonewton. In een vierde deelopdracht gaan we iets uit van de resultaten van de trekproef. En met andere woorden, we gaan kijken naar het krachtverplaatsingsdiagram. Daarbij zijn een aantal krachten geregistreerd. En het is de bedoeling dat je uitgaande van de geregistreerde krachten, dat je dus de treksterkte en ook de bovenste vloeigrens van het materiaal gaat berekenen. In een vijfde deelopdracht gaan we dan onze berekende treksterkte van de trekproef vergelijken met de afgeleide treksterkte van de hardheidsmetingen en ook uit die omzettingstabel. Normaal gezien zou daar overeenstemming in moeten zijn en jullie moeten dus controleren of dat klopt. In een zesde deelopdracht gaan we de insnoeringsdiameters die we gemeten hebben, dat waren de twee diameters loodrecht op elkaar, we gaan daar een gemiddelde waarde van bepalen. En uitgaande van die gemiddelde insnoeringsdiameter is het dan de bedoeling dat jullie de insnoering gaan uitrekenen in procenten. In opdracht 7 wordt de werkelijke of de reële breukspanning gevraagd, waarbij dat we uitgaan van de geregistreerde breekkracht. Als we de breekkracht delen door de insnoeringsdoorsnede, dan hebben we dus een idee van de werkelijke breukspanning in het materiaal. Opdracht 8 is iets uitgebreider, want daar gaan we vertrekken van het uitgeprinte spanning-rekdiagram. En het is de bedoeling om in datzelfde diagram de curve te tekenen van de werkelijke spanning in functie van de procentuele rek van het materiaal. Tijdens de uitvoering van de trekproef hebben we een tabel opgesteld waarbij dat we uitgezet hebben de verplaatsing van de ram of de verlenging van het materiaal. We hebben de kracht genoteerd en we hebben ook de diameter genoteerd. Uitgaande van de kracht en de diameter van de trekstaaf kunnen we dan de werkelijke spanning in het materiaal uitrekenen. En uitgaande van de verlenging en rekening houdende met een evenwijdige lengte van 120 mm van de proefstaaf, kunnen we dan ook de rek in het materiaal uitrekenen. Wanneer we de verschillende rekken uitzetten in het diagram, wordt dat voorgesteld door de verticale lijnen. En op het moment dat mijn trekstaaf breekt, dus dat is hier bij die breekkracht, heb ik daar ook nog eens een verlenging of een bepaalde rek in het materiaal. Wanneer ik nu de krachten voorstel in functie van deze rek, of de spanningen voorstel in functie van deze rek, dan krijg ik de zwarte punten. Dat zijn dus de berekende waarden van de spanning. Mijn breekspanning kan ik ook in dit diagram voorstellen, want dat is de spanning die optreedt op het moment dat de trekstaaf zal breken. En als ik dan allemaal deze punten verbind met elkaar met een vloeiende lijn, dan is dit de voorstelling van de werkelijke spanning in functie van de rek van het materiaal.
In opdracht 9 wordt gevraagd de waarde van de breekrekken A5 en A6 te breken. En dit vertrekkende van de afstanden die we gemeten hebben in actie 6. Dus dat waren dus die afstanden tussen die streepjes na breuk. In opdracht 10 moeten jullie de foutentheorie toepassen op de berekende waarde van de treksterkte, de bovenste vloeigrens, de werkelijke breukspanning, de insnoering en de twee breekrekken A5 en A6. Wil je daar meer informatie over hebben, dan kan je altijd achteraan het syllabus gaan kijken, want daar is een begeleidende tekst gegeven rond de foutentheorie. En de foutentheorie is vorig jaar ook gezien in het opleidingsonderdeel academische vaardigheden. Wanneer we de waarden van de breekrekken A5 en A6 met elkaar vergelijken, dan zien we dat die waarden zeker niet met elkaar overeenstemmen, dat daar toch een merkelijk verschil tussen zit. En in opdracht 11 wordt gevraagd of je dus eventueel een wiskundig verband kunt opstellen tussen die twee verschillende breekrekken, namelijk A5 en A6. En je mag daarvan vertrekken van het opgenomen spanning-rekdiagram, dus dat is dat tweede diagram. En bovenaan dat diagram hebben we een tabel opgetekend. En die tabel gaf waarden van een aantal specifieke rekken in het materiaal. En deze waarden zul je dus ook moeten gebruiken om in te brengen in de wiskundige formule. In het volgende videofragment worden een aantal tips gegeven hoe dat je deze formule kunt opstellen. Hier volgen een aantal tips in verband met het wiskundig verband tussen enerzijds de breekrek A5 en de breekrek A6. Wij gaan vertrekken van het krachtverlengingsdiagram. Ik ga dat hier nog even optekenen. Dus we zetten uit de kracht en we zetten ook uit de verlenging in het materiaal. En de vorm van het diagram, en als het gaat over ongelegeerd staal, dat is eigenlijk altijd zo wel dezelfde vorm. Dus ik vertrek met een elastische lijn. Dan heb ik het vloeien van het materiaal. Op een bepaald moment krijg ik het gedeelte van de gelijkmatige plastische vervorming. En ik eindig met een insnoering wanneer dat die maximale kracht bereikt. Als het gaat over breekrekken zijn we altijd geïnteresseerd in de rek van het materiaal of de verlenging van het materiaal nadat de breuk is opgetreden. Dus vandaar dat we eigenlijk kunnen zeggen, dit is een elastische vervorming, maar vanaf hier, vanaf de vloeigrens tot aan het eindpunt, gaat mijn materiaal plastisch vervormen. Deze totale vervorming, als ik die wil voorstellen, dan moet ik een lijn trekken evenwijdig met de elastische lijn. En dan kom ik hier ergens uit. Dus ik ga hier al een stippenlijn tekenen. En ik kan deze vervorming in zijn totaliteit, dus ik ga dit hier de totale vervorming noemen. En dat is dan de totale plastische vervorming. Ik kan het opsplitsen in twee deelvervormingen. Namelijk, ik ga kijken tot wanneer dat de maximale kracht wordt bereikt. En in dat punt ga ik ook een evenwijdig met de elastische lijn naar beneden tekenen. En dan ga ik mijn totale vervorming splitsen in twee deelvervormingen. Je zou kunnen zeggen, vanaf 0 tot dit punt is mijn volledige trekstaaf over zijn volledige evenwijdige lengte uitgerokken, plastisch. Vandaar dat ik dat de vervorming delta LG noem, dus de gelijkmatige plastische vervorming zou ik kunnen zeggen. En vanaf dat de kracht maximum is, gaat mijn materiaal insnoeren, dus dat wil zeggen in de ketting gaat er een zwakke schakel verder vervormen, terwijl dat de rest dan verder onaangeroerd blijft. En dat is dan hier delta LI.
Als we gaan kijken naar het spanning-rekdiagram, en dat is het tweede diagram als we gaan kijken naar de resultaten, dan hebben we daar gegeven, dus het spanning-rekdiagram inderdaad. En dan heb ik ook even nader gelegd op de tabel die daarboven staat, want in die tabel staan een aantal belangrijke rekken vermeld. En een eerste rek die voor ons van belang is, dat is de waarde die overeenkomt met dit punt. En als je gaat kijken in de nevenstaande figuur, is dat AG. Dus de rek AG. De kromme die getekend is, is geldig voor de lengte van een proefstaaf gelijk aan de evenwijdige lengte. Maar ik kan ook zeggen, is geldig voor een lengte L0 gelijk aan 120 mm. In dat diagram wordt de rek vermeld en ik kan dus nu zeer eenvoudig van de rek overgaan naar een verlenging. Want dan kan ik schrijven dat delta LG gelijk is aan de waarde AG, maar die staat in procent, dus ik ga die delen door 100. En dan maal de beginlengte van de trekstaaf en dat is 120 mm. Op eenzelfde manier kan ik schrijven dat de rek die afkomstig is van de insnoering, of de verlenging afkomstig van de insnoering. Als we kijken naar onze figuur, dan wordt dit punt aangeduid door de waarde A en dat komt dan overeen met de breekrek. Dus de breekrek is normaal gezien ook gegeven. En delta Li is gelijk aan de waarde A min AG, gedeeld door 100 ook weliswaar, maal diezelfde lengte van 120 mm. Dus dat zijn eigenlijk twee waarden die kunnen worden uitgerekend uitgaande van de resultaten van de trekproef. Dus deze waarde en deze waarde. Als we gaan kijken naar de waarde van delta Li, en we zouden zeggen, nou, we gaan de proefstaaf wat langer maken of wat korter maken. Ik denk dat de vorm van de insnoering, of dat dat nu een lange trekstaaf is of een korte proefstaaf, de vorm van de insnoering zal altijd hetzelfde zijn. Het zal dus die zwakke schakel zijn die verder gaat vervormen. En we kunnen zeggen dat delta I altijd een constante zal zijn en onafhankelijk zal zijn van de lengte van de trekstaaf. Als we daarentegen gaan kijken naar de waarde van de gelijkmatige plastische bevorming, delta LG, daar kunnen we schrijven dat die vervorming evenredig zal zijn met de lengte van de proefstaaf. Hoe langer de proefstaaf, des te groter zal ook deze vervorming zijn. Ik heb daar straks al gezegd, de curve die hier is opgenomen is geldig voor een beginlengte van 120 mm, want dat is dus de evenwijdige lengte van onze proefstaaf. En ik kan op die manier dus ook die breekrek gaan bepalen, hetzij op het diagram of hetzij via meten. We hebben het gedaan via meten, maar je kunt eigenlijk schrijven dat de breekrek A6 gelijk is aan die waarde delta LG, die ik heb berekend uitgaande van deze gegevens, plus de waarde van delta Li. En dan, omdat hier een 6 staat, moet ik 6 keer een diameter nemen, deel ik dat door 120 mm. En dat zou dan moeten overeenkomen met de waarde van de tabel die hier gegeven wordt in procent voor de waarde A. Als ik ga kijken naar de waarde A5, dus de breekrek voor een lengte gelijk aan 5 keer de diameter, dan kan ik schrijven, omdat mijn proefstaaf nu korter geworden is, namelijk 5 keer de diameter, moet ik hier in de noemer geen 120 meer schrijven, maar schrijf ik daar, en ik ga 100 schrijven, maar eigenlijk schrijf ik nu liever 5 maal 20. En als ik ga kijken in de teller, dan zou mijn gelijkmatige plastische uittrekking van het materiaal evenredig met die lengte dus ook verminderd zijn. Of met andere woorden, ik kan hier schrijven 5
zesde van de delta Lg die we hier berekend hebben. Dus delta Lg. Wat is er gebeurd met mijn instoringslengte? Die is dus eigenlijk hetzelfde gebleven. Dus plus delta Lg. Ja, als ik in plaats van een 5 daar het getal x schrijf, dan kan ik schrijven dat dat gelijk is aan x gedeeld door 6 maal delta Lg plus delta Li en dat op zijn beurt gedeeld door x maal 20. Of als ik dat meer in zijn algemene vorm ga schrijven, en de meer wiskundige vorm, dan zou ik kunnen schrijven, als ik de eerste term van de teller neem, dan ga ik x delen door x, dus dat wil zeggen, dat is een constante a. En als ik ga kijken naar de tweede term van de teller, en ik deel die ook door diezelfde nummer, plus b gedeeld door x. En je kan nu zelf invullen wat de waarde van a is, en je kan ook invullen wat de waarde van b is. En dat is dan eigenlijk het wiskundige verband. Het is dus de bedoeling dat jullie deze algemeen opgestelde formule gaan toepassen voor jullie trekproef. En dat je de coëfficiënten a en b bepaalt. Ook belangrijk, dat is dat u de berekende waarde van a5 en a6 volgens deze methode gaat vergelijken met de a5-waarde en de a6-waarde van jullie gemeten methode. Dus dat wil zeggen, door de meting van de lengte tussen de streepjes na breuk, kan je dus ook eventueel die breekrekken gaan uitrekenen. Normaal gezien zouden de twee methodes toch dezelfde overeenstemming moeten hebben. Gekoppeld aan de vorige opdracht, namelijk opdracht 11, hebben we hier een praktische vraag. Dus veronderstel dat we hetzelfde materiaal nemen en dat we een stang vervaardigen, eveneens met een diameter van 20 mm, maar nu met een lengte van 25 meter. Bereken dan de lengte van de proefstaaf na breuk, wanneer dat deze staaf ook is onderworpen aan een trekbelasting. Je kan die voor de wiskundige formule gebruiken die we in opgave 11 hebben afgeleid. Opdracht 13. Daarbij wordt gevraagd de stijfheid van de proefopstelling te berekenen. En stijfheid wordt uitgedrukt in newton per millimeter. Indien we vanuit de sterteleer weten dat de elasticiteitsmodulus van staal gelijk is aan 210 gigapascal. En we hebben ook in de software een elasticiteitsmodulus kunnen meten. En dat is dan blijkbaar een schijnbare elasticiteitsmodulus. Die zogezegd de elasticiteitsmodulus van het materiaalvoorstel, maar totaal niet overeenkomt met die 210 gigapascal. En de vraag is nu natuurlijk van waar komt het verschil? Het heeft te maken met de verplaatsing van de ram. We hebben altijd gezegd dat de verplaatsing van de ram overeenkomt met de verlenging van de trekstaaf tijdens de trekproef. Maar eigenlijk is dat niet waar, want je moet ook rekening houden, terwijl dat die kracht aanwezig is op die trekbank, zal deze trekbank ook een vervorming ondergaan, zowel het machineframe, maar ook de loodcel. En vandaar dat we kunnen zeggen dat de verplaatsing van de ram zou bestaan uit twee deelverplaatsingen. Enerzijds een verplaatsing van de trekstaaf, of een verlenging van de trekstaaf, en anderzijds de vervorming van de machine. Als we dit voorstellen door veren, dan zouden we kunnen zeggen, we gaan hier twee veren met elkaar in serie plaatsen, waarbij dat in dit geval de bovenste veer de stijfheid voorstelt van de machine, en waarbij dat de onderste veer de stijfheid voorstelt van de trekstaaf.
Beide veren zijn gespecifieerd of gekenmerkt door hun veerconstante. Definitie van veerconstante, misschien toch nog even herhalen, dat is gelijk aan de kracht gedeeld door de indrukking of de uitrekking van de veer in millimeter. We kunnen deze twee veren vervangen door een equivalente veer of een resulterende veer, waarbij dat ook de stijfheid van deze veer kan berekend worden. Vanuit de sterkleer weten we dat de elasticiteitsmodulus van het materiaal gelijk is aan de spanning gedeeld door de rek. Als het gaat over de elasticiteitsmodulus van het materiaal, dus van mijn trekstaaf, is dat inderdaad diezelfde spanning gedeeld door de rek van de trekstaaf. Spanning is gelijk aan kracht gedeeld door begindoorsnede en de rek van het materiaal is gelijk aan verlenging gedeeld door zijn evenwijdige lengte of beginlengte. Hieruit haal ik dan de veerconstante. En de veerconstante voldoet dus aan deze formule. Veerconstante is evenredig met de elasticiteitsmodulus, is ook evenredig met het dwarsoppervlak van de trekstaaf en is omgekeerd evenredig met de lengte van de proefstaaf. Als ik ga kijken naar deze formule, kan ik dat herwerken volgens de definitie van deze veerconstante en dan kan ik schrijven dezelfde formule onder deze vorm. En als ik natuurlijk hier de F weglaat, dan krijg ik een formule onder deze vorm. Waarbij dat Kr de resulterende veer is, met een bepaalde veerconstante. En we kunnen dus deze veerconstante berekenen in functie van Km en Kt. Als ik natuurlijk nog een stapje verder ga en ik vul voor Kt deze formule in, dan kan ik schrijven dat 1 op Kr gelijk is aan L0 gedeeld door Et maal S0 plus 1 op Km. En ik ga nu ook werken met fictieve elasticiteitsmodulus. Enerzijds de fictieve elasticiteitsmodulus van de machine. En anderzijds de fictieve elasticiteitsmodulus van mijn resulterende veer. Zodanig dat ik de formule nog verder kan herwerken. Dan kan ik opnieuw een aantal termen schrappen. En dan kom ik uit dat 1 op de resulterende elasticiteitsmodulus gelijk is aan 1 op de elasticiteitsmodulus van het materiaal, dus van de trekstaaf. Plus 1 op de fictieve elasticiteitsmodulus van de machine. Maar als we dan de elasticiteitsmodulus van de machine kennen, dan kunnen we op zijn beurt de veerstijfheid of de machinestijfheid gaan uitrekenen. Voor onze toepassing kunnen we dan zeggen dat ET gelijk is aan die 210 gigapascal. Want dat is dus de elasticiteitsmodus van het staal, dus van de trekproef. We kunnen ook stellen dat de resulterende elasticiteitsmodus, dat is de elasticiteitsmodus die wordt berekend via de software. En de waarde daarvan vinden we terug in het eerste diagram, onder de registratie van die belangrijke krachten. En als we gaan kijken naar EM, dat is dan mijn fictieve elasticiteitsmodus van de machinestijfheid, die kan ik berekenen op voorwaarde dat ik ET ken en ook ER ken. En inderdaad, ik ken beide elasticiteitsmodussen. En als ik de waarde van EM ken, dan kan ik dus ook mijn veerconstante gaan uitrekenen van mijn machine, want dat voldoet dus aan deze formule. En op die manier kan de machinestijfheid worden berekend uitgaande van de twee elasticiteitsmodulussen. Enerzijds de gekende elasticiteitsmodulus van het materiaal en anderzijds de elasticiteitsmodulus berekend door de software.
In opdracht 14 gaan we de snelheid van de ram berekenen, of de verplaatsingssnelheid van de ram. En waarbij in de norm wordt gegeven dat de reksnelheid van het materiaal, en dat is dan van onze trekstaaf, ongeveer moet gelijk zijn aan 7/1000ste van een procent per seconde. Die waarde moet nogal vrij correct zijn, omwille van het feit dat de norm voor het bepalen van de bovenste vloeigrens altijd deze snelheid zal voorschrijven. En deze snelheid is vooral belangrijk in het elastisch gebied van de trekproef. We gaan ook rekening houden met de stijfheid van de trekproefopstelling. En dat hebben we berekend in opdracht 13. En we houden ook rekening met een elasticiteitsmodulus van het staal. En dat is dan voor onze trekproef gelijk aan 210 gigapascal. Als we nog eventjes naar de principetekening kijken, waarbij dat we dus onze twee veren in serie plaatsen, dan kunnen we dus deze veren gaan uittrekken met een welbepaalde snelheid, waarbij dat de totale snelheid wordt voorgesteld als de snelheid van de ram, of de snelheid van de ramverplaatsing. Deze veer en de snelheid die daarbij hoort, is de vervormingssnelheid van het machineframe. En als we gaan kijken naar de onderste veer, dan komt dat overeen met de verlengingssnelheid van de trekstaaf. Het is wel zo dat de som van de twee snelheden die hier in het groen zijn voorgesteld, gelijk zullen zijn aan de totale snelheid of de snelheid van de ramverplaatsing. Ik geef jullie twee tips mee. In een eerste tip kan je de verlengingssnelheid van de trekstaaf gaan berekenen in functie van de reksnelheid en die is dan gegeven in de norm. En daarbij moet je dus ook rekening houden met een evenwijdige lengte van de proefstaaf en die was bij ons dus 120 mm. Dus in functie van deze twee grootheden kan je dus de verlengingssnelheid van de trekstaaf uitrekenen. En een tweede tip die ik jullie meegeef, dat is dat de waarde van de snelheden, zowel VT, VM als VR, zijn omgekeerd evenredig met hun respectievelijke elasticiteitsmoduli. En deze moduli hebben we dus ook in de vorige opdracht berekend.